die troep gaat er zo slecht tegen. Deze, ik heb alles geprobeerd. Gaat er gewoon niet in. Volgens mij is dat, dat gaat gewoon niet goed, joh. Voordat ik dat hele ding in elkaar trap, stop ik ermee. Ik word er helemaal gek van. Al die rotschroeven die erbij horen, het gaat er gewoon niet in. Kijk. Die niet. Die niet. Die niet. Die niet. Die helemaal niet. Nou, die wil niet erin, want het zit helemaal scheef. Allemaal vrot. Hier zit er nog geen één in, dus het staat hartstikke bank op. Ik zit hier net een broodje te eten met al die schooiers om me heen. Naar het gras gemaaid. En voor ook. Straks naar de tandarts. Arnold komt zo van zijn werk. Neemt even Chinees mee. Want ik ga niet meer koken nu. Want dan komen we te laat. Ben jij een boef? Ja of nee? Moet je maar na? In het echt heb jij geen buik, maar hier lijkt het wel op. Wat raar, hè? Omdat het van de onderkant is. Normaal heb ik ook geen onderkant, maar nou ook. Nee, nou heb ik geen onderkant, hoor. Soms heb ik dat wel, ja. Wat hebben we voor een optreden? Verjaardag. En een kroegje? Kijk, de tanden zijn gedaan. Een stukje eraan. Een stukje af. Dan zie je gelijk een dikke hoekkant. Dan is het weer mooi weg. Hallo, mag ik milkshake aardbei voor jou? Nee, normaal. Ja? Ja? Rozen. Ja, en Smee en Benjamin zijn mee. En nou is Smee pas blij. Want ze had nog niet gegeten. Dat kennen wij wel, hè, schat? Ja. Dan kom je van je werk af en dan moeten we ook gelijk door. We hebben ook nog niet eens gegeten. Dat is niet fijn. Nou, we zijn aangekomen bij het optreden. Ik heb vanavond weer een verjaardag. Weer bij iemand thuis, dat is heel bijzonder. Je hebt een mooi kroegje achter thuis. En dan komen we dit tegen, hoe leuk. 30, hoera. Na 30 jaar is de tijd eindelijk daar. Anne gaat onder de douche en jawel, dit keer samen met Marloes. Ah, super toch, hebben ze vrienden gedaan. Een grote eer dat je mij hier graag wilde hebben om te zingen. Wat gebeurt er? Je staat in de klaproos, of niet? Gewoon gezellig bij me staan. Yeah.
vriend. Nee, maar we moeten nu wel met z'n allen. Niemand regelt dit, maar Anne regelt het even, hè? Anne regelt het even, hè? Ja, ja, ja. Mijn vlogmeisje, ja, dat is dus de Smee, die hebben jullie vaker gezien. Hi Smee. Hallo. Wie is Smee? Daar ben ik ook even tussenin, hoor. Waar je moet minder? Ja, vooruit. Normaal is, waar ben ik dan? Wel weg. Hele bak om, met z'n tweeën. Volgende week dan ga ik jullie weer meenemen naar het mega woonwagenfeest in Hoensbroek. Je kan natuurlijk ook gewoon heen gaan, het wordt echt super gezellig. Er komen heel veel artiesten optreden. Onder andere Sineke, Willem Bart, Henk Bernard, Henk Dame, Rob van Daal. Heel veel. Kijk, dit is de poster. Kun je precies zien wie er allemaal komen. En hoe laat het begint en waar het is. Ja, dat dus. En volgende week gaan jullie ook zien stukjes van mijn nieuwe single. Want ik ga deze donderdag, aankomende donderdag, ga ik mijn videoclip opnemen. Yay! Oh, nou zijn jullie stil? Yay! Ja, nou dat is donderdag dus, maar dat gaan jullie volgende week zien. En ik ga dan ook waarschijnlijk het verrassende element verklappen, want ja, jullie gaan dat waarschijnlijk dan zien en horen als ik stukjes laat zien. Daar kijk ik ook wel naar uit, want ik ben heel erg benieuwd, ja, wat jullie reacties zijn. Maar goed, wat een gelul allemaal. Waar is de vlieg? Waar is de vlieg? Waar is de vlieg? Pak ze maar hoor. Nee, dat was natuurlijk een grapje. Mac die springt heus niet op dat beeld. Ik sta op dit moment in mijn kledingkast, want ik zit eventjes kijken wat ik donderdag aan ga doen met de videoclipopname. Ik heb leuke dingen gekregen van winkels en dat ga ik jullie ook weer laten zien. Want voor de meiden die dit nog niet wisten, ik plaats regelmatig leuke outfits op mijn Instagram. Zodat ik jullie kennis laat maken met de leukste winkels, met de mooiste kleding. Waaronder weer deze superleuke jumpsuit met van die pofmouwtjes. Nou, die plaats ik binnenkort. En deze die hebben jullie voorbij zien komen in deze vlog. Die pizza jurkje. Maar die ga ik dus nog wel plaatsen op Instagram. Deze had ik vorige week aan, maar die moet ik ook nog even plaatsen. Nou, ik heb hier een heel leuk bling bling pak van Royal Temptation binnen. Maar goed, dat gaan jullie binnenkort allemaal wel zien. Maar ja, ik zit dus eventjes te kijken wat ik aan ga doen. Want het is een echt een zomers nummer. Dus ja, zoals wat ik nu aan heb. Ja, is leuk, maar niet voor de videoclip. Dus daar ben ik nog niet over uit. Dus daar moet ik nog even een paar nachtjes over slapen. Wat ik nu ga doen is eventjes de vlog in elkaar zetten. Want het is maandag. En daar zet ik hem zo online. Voor de mensen die, die nog niet gegokt hebben, hè, op mijn vraag van de vorige keer om de single te winnen. Doe dat, want er zijn ja, niet heel veel, maar 3 mensen maar die het juiste antwoord hebben. Maar daarom zeg ik doe mee, want ja, hoe meer kans je maakt. Stuur maximaal 20 singles eruit. Dus, maar goed, die zijn dus nog niet geraden. Er zijn nog maar 3 mensen die het goed hebben. Dus ik zou zeggen, denk jij nou te weten wat het verrassende element is in mijn allernieuwste single? Stuur dat dan eventjes naar dit e-mailadres, het antwoord. Want als jij het goed hebt, dan stuur ik jou de allernieuwste single als die uit is. Nu zeg ik lieve mensen, een hele fijne week. En ik hoop weer tot volgende week. Er komen hele leuke dingen aan.
waaronder dus echt hele toffe optredens waarbij ik jullie echt wil meenemen. En dat ga ik ook zeker eens doen. Maar ook andere dingen die er aan gaan komen. Echt hele leuke nieuwtjes. En ja, maar goed. Dat komt allemaal. Ik hou het nu bij dit. Maar daarom zeg ik, blijf mij volgen. Want ja, het gaat leuk worden. Oh, even voor de mannen. Ik heb net trouwens een nieuw item op marloesje.nl geplaatst. Namelijk een hele mooie gereedschapkist. Dus check het even. Normaal €200, bij mij €89,99. Sowieso op marloesje.nl hoge kortingen, dus kijk daar ook eventjes. En voor de dames, ja, lekkere geurtjes, verzorging. Voor in de keuken mooie pannensets, et cetera, et cetera. Dus als je nog niet op marloesje.nl hebt gekeken, doe dat even, is de moeite waard. Oh ja, en ik zou het heel erg leuk vinden als je eventjes op abonneren drukt. En op vind ik leuk. Dan weet ik dat het gewaardeerd wordt. En ja, dat is natuurlijk altijd heel fijn. Nou,